Thijs Jongeman is onze acteur in het laatste onderwerp alweer. Goed zo. In deze greep uit de besten van Bananensplit van 1991. Hij heet Angelo en hij was voorbestemd om de schoonzoon te worden van Gerda en Klaas Wilting, de bekendste politiewoordvoerder van Nederland. Ik geloof dat ik niet overdrijf als ik zeg dat Angelo precies het type is waar vader Wilting absoluut niet op zit te wachten. Zeker niet als schoonzoon. We hebben, echt waar, ontzettend veel reacties gehad op deze grap. Waarschijnlijk omdat die zo herkenbaar was voor velen van u, zo uit het leven gegrepen, zoals dat heet. Regina Wilting, de knappe dochter van Gerda en Klaas, en bij ons in het complot, had haar nietsvermoedende ouders uitgenodigd voor een kennismakingsetentje met haar nieuwe vriend, onze Angelo. Welkom. We hebben ook vast wat te drinken genomen. Ja. Zijn jullie al lang? Nou, we zitten hier 5 minuten voor, dus... Ja. Wat? Ja. Nou, zo'n geen man vast. Luister. 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 Ja. Ja. Ja, zo dat later was, maar ik moet even weg. Dus. Ja. Jij woont hier in Amsterdam, Angelo? Ja, ik woon bij mijn oom en mijn tante, voorzitter. Maar ik ben op zoek naar een woonruimte. Ja. Met een 3-kamer woon. En misschien iets voor ons tweetjes. Ja. Ja. En misschien vanavond een telefoontje erover. Het zou misschien door kunnen gaan, ik weet het niet. Ja. Maar ik heb verteld dat ik hier ben en misschien dat ik het gebeld kan worden. Ja. Kijk, dat zou uren dan zo in de 3-kamer wonen. Nou, ik heb mensen hier en daar. En, ja. Ik kan het niet onderwezen. Dus dan kan ik van Nederland weer die reis doen. Ja. Dat is dus dat moet ik kunnen regelen. Ja. Hier in Amsterdam? Ja. Ja. Nou, ik heb ook op een nieuwbouwwoning gevraagd, want ja. Anders moet je gaan verbouwen en dan moet je daar uitgezet worden. Ja. En wat doe je zelf voor werk, Angelo? Nou, ik zit in de muziek. Ja. Ik speel drums. Ja. En dat doe ik in de zomer in Ibiza. Ja. Daar zit ik voor zomer, maar daarom ben ik daar weg, daar ben ik hier een woning gezocht. Ik wil een beetje hier gaan vestigen, nu ik geen ambitie heb. En voor de rest handel ik een beetje, gewoon in partijtjes hier en daar. Ja. Geen drugs of zo, heb je geen zorgen om te maken. En maar gewoon met inkopen en verkopen. Kunnen we het aioli voorbij de vissoep, de grote tons, kleine ringtons voorbij de pompoens, voorbij de pesto, voorbij de bierstof? Ja, dat ging mij een beetje hard. Ik zei wel wat. Ja. Nou, dit is dus voor jullie. Ja. Dit is voor mij. Ja. En dit is voor Klaas. Oh. Een kleine crackertjes hier. Ja, dat is lekker. En dat is ook een soort room wat je er doorheen doet. Ja, hoor. Wil jij gaan van die lekker hoor. Ik ook. Wat ik wilde vragen is misschien een beetje, ja, maar vandaag, hè? Vandaag op de Rijnstraat stond ik even een minuutje doorgeparkeerd. Ja. En toen kreeg ik weer een bon. Ja. Misschien of ze weer precies konden regelen, want er staat maar 1 minuutje dubbel. Ja, dat soort dingen Echt Wat zou het je moeten zeggen?
als je een zelfbekeuring krijgt, betaal je die niet ook? Ik krijg geen bekeuring. Nee? En, heb je wel een vaste baan gehad op school? Kijk, Ibiza, dat is altijd gewoon seizoentijd. Ben je er al op een jonge leeftijd dan begonnen? Dan? Ja. Ja. Mijn vader heeft ook met muziek gezeten. Ik heb een beetje geleerd in drum. Is je ook thuis op potjes en pannen? Zeg je? Is je vader ook muzikant? Nee. Maar hij heeft af en toe met potjes en leveltjes een beetje gedaan. Hij vindt het leuk om te doen, maar hij is geen muzikant. Nee. Ja. En dan krijg je een leuke strijd tussen vader en zoon. En op een gegeven moment op het proefje gegaan. En dat is leuk. En dat is een beetje doorgepoest. Ja. Spijt mij ze dan, maar deze telefoon voor je. Oké. Neem me kwalijk. Ik ga dat niet dat je niet ziek is. Gaan we nou eerst lekker maar gaan eten, want laten we rustig over praten. Hij vindt het dus niet. Ik heb er nou later over gepraat. Hij heeft er geen enkele zin. Die jongen die is nu even aan het bellen, die jongen die is dolgelukkig. En ik heb geen zin. Zou dat wel zijn? Zou dat mooi zijn? Ja, het enige wat ik daarop zou kunnen zeggen is... Ik dacht dat je verstandig was, maar je stelt me heel erg teleur. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in om daar nu over te praten. Het is zo, we hebben toch een gezellig gehad. Laten we dan gewoon een rustig of een andere tijd zitten, gewoon over praten. Het is een aardig jongen, die heeft hier ook een gezellig avond bij ons. Nou, dat gaat toch. Maar zo is het goed lief? Ja, nou, ja, goed, daar heb ik toch ook geen enkel commentaar op. Ik kan toch niet beoordelen op wat ik hier vanavond dan mee van heb. Dat is een onzin, dat kan ik dan niet. Dus we gaan met hem samen, en zou het gek zijn. Hij heeft niet toch een woord. Is goed. Gladde jongen met de gladde bak. Dat hij steeds van het gesprek afdraalt, dat hij steeds op jou op. Het lijkt me een kruisvoer van dat jij. Een beetje meer. Wat is dat? Nou, laten we het maar laten. Ja, ze was helemaal invallen. Dus ik weet nu nog niet of hij dat is. 6. Ik heb niets te vertellen als mijn vader een telefoon. En het gaat door, we hebben een woning. Ja? We kunnen er volgende week in. Het is een driekamerwoning, een nieuwbouw. De tweede Jan Steenstraat. Mijn vader heeft alles geregeld. En, ik zei toch dat we twee handen op één buik zijn. Te gek, hè? Ja, hey. Top is. Ik moet je hartelijk goed doen voor mijn vader. Ja. Hij komt even langs zo meteen. Oh? Ja? Nee, ik vind het niet tof. Nee. Ik moet toch eerst nog wat over hem praten. Maar heb je bezwaren dan of zo? Ja, ik heb bezwaren. Ik heb behoorlijk bezwaren. Kijk, laat ik eens voorop zeggen. Ik heb geen bezwaren tegen jou. Maar ik heb ook bezwaren tegen hoe korte tijd dat jullie elkaar kennen. En wat er nu aan gaat gebeuren. Dus ik wil het bezwaar tegen. Dus als ik het zou kunnen tegenhouden, hou ik het tegen. Maar goed. Dat zullen we nog wel doen. Ja, maar zou misschien dan bij dat gesprek bij mogen zijn? Ja, ik denk dat ik eerst maar met mijn eigen dochter moet praten. Ik heb gewoon net zoals jouw vader, denk ik eerst met jou zou kunnen praten. Denk je dat we verder met je studie te doen? Ah, ik heb het niet. Dan hoef je toch niet af te maken. Dan hoef je toch niet af te maken. Dat is alles. Ja. Hey, papa! Eindelijk. Thank you.
kan net op tijd gaan kiezen.